Dankjewel. Goedenavond allemaal. Dan is het nu tijd in ons programma voor de rubriek Mensen uit de Samenleving. En in dit geval zal ik een interview hebben met een man die al jarenlang optreedt als humorist op bruiloften en partijen. Dames en heren, uw aandacht en een hartelijk applaus hier voor Kees Mis. Daar komen we, dames en heren. Kees Mees, ja, voor ieder feest. Kees Mees, voor ieder feest. Ja, natuurlijk. Dat is wel leuk natuurlijk dat u het thuis ook weet. Kees Mees, voor ieder feest. Vrienden, nogmaals hartelijk welkom dat u er bent. Oh. En ja, jazeker. Oh. En nou willen wij graag weten de achtergronden van het optreden van een humorist op bruiloften en partijen. Want het is niet alleen maar dat optreden. Daar komt veel meer aan te pas. Heb je hem door, hè? Zeker. Ik neem aan, als u zo'n... Ik kan u rustig aannemen, natuurlijk. Ja, als u zo'n bruiloft hebt gesproken, dan moet u natuurlijk voordat het begint... Dat is belangrijk. ...een paar maanden van tevoren misschien al, informaties inwinnen. Ja, dat je wat weet van zo'n familie waar je komt, hè. En dat nou je, willen wij... Dat je weet wie er allemaal zijn, dat je informatie hebt... Juist. ...in welke tijd je terechtkomt, natuurlijk. Kun je dat van tevoren weten, natuurlijk. Nee, dan gaat u toch een spelletje doen met de mensen. Oh, ik heb een heel leuk spelletje. Mogen we daar eens iets van horen? Dan ga ik een heel leuk spelletje, dat heb ik zelf bedacht. Dan gaat als volgt. Dan neem ik meestal de schoonmoeder van de bruid, hè. En die haal ik naar voren, hè. En die smeer ik helemaal in met groene zeep. Vol top tot de... Hoe eer is meer met groene zeep. Dan gaan een paar potten in zitten, hoor. Kan je wel aan, hè. En die zetten we dan in een teil, in het midden van het zaaltje. En dan blaas ik op mijn fluit en dan iedereen, alle mannen boven de 18, hup, op die schoonmoeder af. Dat is de langste lippen en wie het langste been kan houden, die... Juist. Die heeft vuile handen. Zo, heel leuk spelletje. En aan de afloop, dan leggen we er op een strijkplank neer in de gang. En dan kennen de kinderen er nog vanaf, hè, van die schoonmoeder. Hebben jullie ook een leuke avond, hè? Want je zit altijd met kinderen natuurlijk. Ik heb zoiets nog nooit gehoord. Nou, ik doe nog veel meer spelletje in, maar ik vertel nou even de leukste, weet je wel. Ik bedoel, je kan niet... Vinden de mensen dat... Oh, dat is wel gelijk. Nou ja, ander onderwerp maar. Ja. Ik heb gezien... U hebt uw accordeon meegenomen. Zag u het? Jazeker. Ja. Dat is deze accordeon. Ja, en die is... En die gebruik ik dan dus voor de muzikale item. Meezingen, zal maar zeggen. Ja, natuurlijk. Uit de feit is net op jezelf veel. Mensen zien niet dat je het niet doet. Mensen denken, hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Zie je mensen zitten. Nou ja. En ze hebben er geen erg in dat ik geen accordeon kan spelen dan. Ik merk het niet. Nee, maar u zit er vlakbij. Kun je nou gaan? Maar we hebben nog niet zo... Als u even zaken... Natuurlijk, kennen we maar alles over. Want we gaan maar mee. Rustig aan mijn kant. Hij is... Oh, dat doe ik hem weer dicht. Ja, dat begrijp ik. Blijf hier. Het gaat mij om alfabet. Welke letter wou je hebben? Welke letter gaan we mee beginnen? Van A tot Z. Ja, dat had u de alfabet natuurlijk. Maar welke letter gaan we mee beginnen? Nou, met de A dan. Met de A. De A, die zit erin. Ja. Oh, mooi. Oké. Als u nou even maakt, dan begeleid ik hem. Dan gaan we. Nee, luister nou. De bedoeling is, als je zo'n zinnetje van een letter hebt, dan moet een ander dat grappig invullen. Grappig invullen? Kijk, dat kunt u dan even doen misschien, maar heel kort, want we hebben weinig tijd. Kijk, het gaat dus zo, hè. De A is van Anton, de pa van de bruid. En dan moet er iemand rijden. Ik heb zoveel gezopen, hij legt al lang uit. Ja! Dat kun je zo niet doen, dat moet toch wachten. Ik zag ik al van de vrouw alleen een taxi tikken, dat is voor u prettig is. Wat doet u nou allemaal, meneer? Wat hebt u? Typt u zo een brief? Hoe is dat? Dat is makkelijk. Dat is een leuk idee. Dat is een leuk idee. En dan is bijvoorbeeld, de C is van Corrie. De zus van de gom. Van de gom. Van de gom. Ja, dat korten ze zo af, hè, bruidegom. En dan zeggen ze ook wel eens, dan loopt het beter van de gom. Hé, daar gaat de gom.
Oh, dan gooien we ook wel bij een quiz. Ah, daar gaat de gong. Gooi ook wel een quiz. Nee, van bruidegom. Dat is dan afgekort zo. Oh, dan kun je ook zeggen van bijvoorbeeld, wat doet de gom van zijn beroep? Nou, hij is nieker. Ook duidelijk. Wat is die? Nieker. Wat is nieker? Tandtechnieker, afgekort. Nee, dat is de bedoeling. Ik zal nog een klein voorbeeldje geven. Ik stel gewoon dat. Ja. Akkoorden. De D is tantenaar, die heeft ze getrouwd. Tantenaar. Ja, dan maak je zo D apostrof ambtenaar. Oh, hij dantenaar. Hij dantenaar. Ja, na de huwelijksnacht en na hij dantenaar. Nee, hoor dan maar, meneer. Dat begon het echt. Is mooi. Even liggen. Je hebt allemaal als dan... je even wil gaan liggen. Dat je denkt, nou, ga even liggen, weet je wel. Heb je nooit dat je denkt van... Even liggen, heb je allemaal wel eens. Maar dan schrijf je de G. Ga nou liggen. Dat je zegt van even liggen. Ja, joh, ga nou liggen. Toen ik een naam en zo, de H is... Ik lig. Je bent nog toch een zo... Ja, natuurlijk. Doe liggen, weet je wel. Een naam en zo, de I... Ik lig. Sukkeloos wat, hè. Wat leuk is dat alfabet. Je hebt nooit al gedacht. Dat is heel goed. De K. Oh, die weet ik het. De K. Dat is een hele leuke met de K. Ja, nee, doe het toch maar niet. Tante mee. Nee, het is met de K. Met de K. We slaan hem op. Geen K. Nee, geen K. Ik weet met de K. Ja, nee, maar laten we dat nou maar niet doen. Ja, dan doen we de L. Oh, de L. Nee, ook maar niet. Hele leuke. Wat gaan we Nederlands hebben? Nee, het gaat om de naam of een situatie. De M. De M. Oh, die is van mij, hè? Ja, wat is van mijn... Van Mees, Kees Mees. Oh! De M is van mij, hoor, joh. Ja, dat is... Nee, dan de M. Weet u trouwens hoe ze hele kleine accordeonnetjes maken? Nee, geen idee. Hoeveel? Begrijp het niet. Hoeveel? Begrijp het niet. Nee, dan ben je nog te jong, hoor. Dat weet je niet. Hoi. Komt de thee? Ik heb liever koffie. Ik heb niet zo van. U? Ja, zeg maar jij. De V is van frambozesjem. La, 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 la. Meneer, dat schrijf je met een F. Dat proef je dan niet? Ach. En dat de B is ook een mooie letter. De V is weet ik van. Ja, nou is het wel mooi genoeg geweest, hè. Dan heb ik het uiterste best gedaan. U wel hartelijk bedankt voor uw medewerking. Ik heb ook nog een buikspreekpop. Daar hebben we geen tijd voor. Hallo, ben je er? Een leuk jongetje. Ja, wel leuk natuurlijk, ja, hè? Een leuk jongetje. Ja, nee, het is geen jongetje, hoor. Oh, nee? Het was een jongetje, maar hij heeft last van houtworm gekregen sinds die tijd is een beetje mis gegaan, hè? Nou ja, dat laten we dan maar open. Dat laten we dan maar open. Ja, nou, kunt u beter niet doen, want hij heeft het juist door gekregen. Nee, laat nog maar. Is het nog een bekende pop of zo? Is... Ja, hij komt namelijk, dat hoor u wel, hè? Wat is dat? Hij komt uit Oosterwijk. Ja. Nou, meneer, het is leuk dat we dat even gezien. Niet doen. Niet doen, zit de kinderen thuis te kijken, die gaat het doen. Niet doen, vooruit. Kijk die kant op. Het is even te gek, meneer. Ik vind het is zo mooi geweest. Ik wil u hartelijk bedanken dat u me dat even hebt laten. Ja, natuurlijk. En wat ga je doen? Hou wel even kijken wat voor vragen u nog meer hebt. Vindt meneer niet prettig? Hallo, Gijs. Wim, meneer, kom terug. Gijs, kom terug! Ik wil nou niet meer hebben dat je dat doet, hoor. Je blijft rustig zitten. Ik wil niet hebben dat je met dingen gaat bemoeien waar je niks mee te maken hebt. Nee, alsjeblieft. Nou, gul. Zit trouwens helemaal niet goed zo. Wat zit er? Oh, daar is je naam. Nee, daarboven. Hallo, Gijs. Kom eruit. Vervelend. Speelt hij weer schildpadje. Wat ook niet. Gijs, kom eruit. Zit hij weer klem, dan word je gek van morgen om er weer uit te halen. Laat u dat niet. Ik wil hem helpen. Laat u het nou alsjeblieft. Kom maar, Gijs, rustig, ik haal je er al uit.
Het is allemaal toch een droom dat hij hier ziet, Gijs. Kijk nou toch wat toestanden allemaal. Dat is toch niet leuk voor de kinderen? Dat is toch niet leuk? Kijk nou wat een heisa. Oh, daar ligt hij. Houdt u er nou toch alsjeblieft een keer? Oké, okay, dan kunnen we beginnen. Dan heb ik een hele leuke mop. Meneer, we gaan niet beginnen. Maar ik kan ook moppen. Dit interview heeft al veel te lang geduurd. U doet die pop weg en dit is het einde van dit interview. Dat is echt, ja, maar ik had een hele leuke mop gehad. Dames en heren, onze excuses voor het feit dat dit niet meer bedankt voor uw medewerking. Dit was Kees Meester. Hallo. U vergeet de kleine jongen. Oh ja. Gijs, kom op, maar naar huis, Gijs. Kom op.